En wij deden dat en ik dacht echt, nee. Dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik... Hoe oud was je dan? Toen was ik 12. Ik was 8. Ik was wel heel jong. Welkom bij mijn nieuwe Zap Life Check. Ik ben Saskia en vandaag duik ik de wereld in van... Je eerste zoen! Er staan zoveel fora vol met vragen over hoe moet ik zoenen? Wanneer is het goed moment? Hoe moet het überhaupt allemaal? En ja, zoveel dingen. Ik wil alles erover weten. Die eerste zoen. Ik heb hem al gehad. Daar ga ik natuurlijk ook wel wat over vertellen. Maar hoe zal het eigenlijk bij jou? Een gemiddelde tongzoen duurt slechts 10 seconden. En mensen zoenen gemiddeld 2 weken. Van hun hele leven met elkaar. Dus 2 weken lang non-stop zoenen, dat is een beetje als je helemaal aan het einde van je leven bent, wat je ongeveer gedaan hebt. Maar ja, hoe zit dat bij jou? Tongzoenen, het wordt ook wel speeksel uitwisselen genoemd. En dat klinkt best wel vies, maar heeft het nou ook iets goeds? Ik ben heel erg benieuwd. Ik ben vandaag in Micropia bij Artis om uit te zoeken hoe vies of hoe goed zoenen nou precies is. Ik heb een afspraak met een microbioloog, dus ik ben heel benieuwd. Maar wat vind je er thuis eigenlijk van? Ik heb even een polletje gegooid op Instagram, want hoe vies is zoenen nou van 0 tot 10? Jij mag het bepalen, maar let's go. Remco Kort, jij bent microbioloog. Ja, dat klopt. Wat houdt jouw functie dan in? Net zoals een bioloog, die kijkt dus naar levende wezens en die bestudeert die. Alleen het bijzondere aan een microbioloog is dat je die wezens niet kan zien. Dus dat zijn hele kleine wezentjes, onzichtbaar voor het blote oog. Maar je kan ze wel zien op het moment dat je door een microscoop kijkt bijvoorbeeld. Dus jij tuurt voor je werk dagenlang door een microscoop op zoek naar de allerkleinste levende wezentjes. Ja. Nou, heb ik het over zoenen en dan kom ik bij jou uit. Ja, ik heb in 2014, alweer enige jaren terug, heb ik een onderzoek gedaan naar zoenen. En zoenen is namelijk een voorbeeld waarbij je een hele groot aantal van die bacteriën overdraagt. Er zitten namelijk heel erg veel van die bacteriën in onze mond. Er zijn wel schattingen van gedaan. Dat loopt ongeveer wel in de biljoen bacteriën. Dus dat een biljoen bacteriën? Ja, dus dat is een 1 met 12 nullen. Ja. En waar ik voor dit onderzoek in geïnteresseerd was, is wat er dan precies gebeurt. Dus is het zo dat partners, dus een koppel die vaak met elkaar zoent, gaan die bacteriën in hun mond dan ook meer op elkaar lijken? En ik wilde ook een schatting maken van hoeveel worden er dan precies overgedragen? Kunnen we daar iets van zeggen? Mogen we even kijken? Ja, natuurlijk. Moet ik dan gewoon zo met mijn mond open onder een microscoop hangen? Of? Nee, dat werkt een beetje moeilijk, maar je kan er wel iets van afschrapen en dat doe je dan op een dekglaasje en dat leg je onder de microscoop en dan kan je ze zien. Kijk wat er allemaal van micro wezens in mijn mond zwemmen. Ja, nou laten we gaan kijken. Zoenen, het is een beetje een thema waar iedereen toch een beetje over gaat giechelen. Hoe is het bij jou? Ja, mij gaat helemaal goed. En hoe oud was jij toen jij je eerste zoen kreeg? Ik denk een jaar of 15, 16. En hoe ging dat? Ja, nou, je verwacht natuurlijk heel veel van, maar uiteindelijk is het niet helemaal zoals je het leest of in boeken ziet, nee. Nee? Nee, het was een beetje awkward, maar dat zou iedereen pas wel hebben. Zou je adviseren? Nou, gewoon vol ervoor gaan. Dat is het beste. Echt? Ja, dan zie je vanzelf hoe het gaat. Gewoon op je af laten komen. Heb je wel eens gezoend? Ja. En hoe oud was je? Dit jaar. Dit jaar. En hoe oud ben je nu? 13 nog. En was het zoals in de film, met helemaal roze hartjes en lieve muziek op de achtergrond? Nee, iets anders wel. Anders? Ja, zeker. Hoe ging het dan? Ja, iets anders dan je verwacht, maar toch wel gewoon een beetje romantisch. Maar achteraf keek je er dan op terug zo van, oh, dit was echt leuk? Of vond je het eigenlijk een beetje zo van, oh, ik had het iets anders voorgesteld? Nee, ik vond het wel leuk. Wel leuk? Ja. Heb jij tips voor iemand die voor het eerst gaat zoenen? Doe het met de persoon die je echt vertrouwt. Maar weet u nog dat u aan elkaar de allereerste kus gaf? Ja. Ja, weet ik wel, ja. Waar was het? In de Gooise Boer. Op dansen. Op dansles? Ja. En u zag elkaar en u dacht, nou... Dat is het, hè? Ja. En hoe ging dat, die eerste zoen? Ja, zeg. Je moet niet alles, je moet niet hem van mijn gat afvragen. Heb je wel eens gezoend? Ja. Hoe oud was je? Ik was 8. Ik was wel heel jong. Ja, 8 jaar? Ik was heel jong, ja. Mm-hmm. En met wie was dat dan? Dat was met mijn buurjongen. En je was super verliefd en je dacht, ja, moet toch een keer? Ja, want we hadden verkering. En toen, toen gebeurde het. Vond je dat toen ook leuk of dacht je toen, zag ik misschien wel een beetje raar? Nee, ik vond het wel leuk. Ik vond, het was niet heel awkward of zo, dus het ging wel natuurlijk, zeg maar. Dus ja, ik vond het wel leuk toen. En heb je tips voor iemand die voor het eerst gaat zoenen? Doe het niet als je het ongemakkelijk vindt of als je het niet zeker weet. Als je twijfelt, moet je het echt niet doen. Ja, dat vind ik goed. Ja, want je moet er wel zeker van zijn als je gaat zoenen voor het eerst. We gaan kijken wat er allemaal in jouw mond zit. Een monster ook. Ja, dat klinkt helemaal erg. Moet ik gewoon zo... Steek gewoon even je tong uit en dan rol ik er eventjes overheen. Want er zit een
Aha. Dan gaat het op dit dekglaasje hier. Ik heb mijn allermooiste microwezens overgedragen. Ja, als het goed is wel. Als het goed is wel. Ja. Ik heb ze geselecteerd. Ik dacht, ga daar, precies daar zo. Hier, er valt helemaal niets van te zien. Niks op. Enorme aantallen. Echt? Ja. Hoeveel? Denk je ongeveer? Ja, dat is heel lastig te schatten, maar het zijn er zeker duizenden. Die doe ik er nu onder. Kijk, die breng ik hier, dit dekglaasje breng ik hier onder dit objectief, zoals het heet. Dus dat is de lens waarbij we die micro-organismen gaan vergroten. En dan kunnen ze dus met deze camera die erop zit in beeld brengen. En je kan zelfs door je sample heen gaan met deze joystick. Dus dan kan je even kijken wat je allemaal tegenkomt. Kan ik door mijn eigen bacteriën? Ja. Waar kijk ik hier precies naar? Ja, dus wat je nou ziet is echt een heel interessant beeld, want dit is een cel van jezelf. Dus dit is een menselijke cel. Ja. En daar zitten dus al die bacteriën zitten daarop. Maar hier zie ik ook echt dingen bewegen. Ja, precies. Dus een aantal van, van de bacteriën, komen natuurlijk ook bacteriën uit speeksel mee. En zoals dit bolletje hier, die zie je hier rondbewegen en die komen voor in je speeksel. Maar eigenlijk dus, als ik ga zoenen, geef ik duizenden van dit soort dingen. Ja, zelfs miljoenen. Over aan degene met wie ik zoen. Zelfs miljoenen. Ja. Heb je tips voor een eerste zoen of voor een zoen überhaupt? Wat is nou het allerbeste? Moet die dan met heel veel speeksel, dat je lekker veel bacteriën uitwisselt? Of zeg je, nou, houd een beetje rustig. Doe je vanuit de bacteriën gezien? Ja. Ja, nou, kijk, vanuit de bacteriën gezien, het liefst zo nat mogelijk. Want dan worden natuurlijk zoveel mogelijk van die bacteriën overgedragen. Dus eigenlijk, als we zoenen met heel veel speeksel en heel veel uitwisselen, vinden al die bacteriën gewoon weer een soort nieuwe vrienden. En wordt het daar weer één groot bacteriefeest. Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk alleen maar goed. Ja. Wat grappig. Ik heb nog nooit zo over zoenen nagedacht. Dus eigenlijk is het gewoon een wetenschappelijk experiment, dat hele zoenen. Best wel leuk. Even zoeken hoor. Hey! Yes, hallo! We hebben over zoenen en dat schijnt een best wel spannend onderwerp te zijn. Ja. Vind je het spannend? Is dat een spannend onderwerp? Nou, ik denk dat ik nu er wel overheen ben, maar ik vond het vroeger ook heel spannend. Mijn eerste relatie heb ik uitgemaakt omdat ik niet meer wilde zoenen. Serieus? Op de middelbare school. Ja. Ik had één keer gezoend, dat was een beetje onder groepsdruk. En toen dacht ik, oh, dit wil ik niet. Mijn hart klopt in mijn keel en ik voelde me zo gespannen. Ja. Dat ik dacht, nou, als ik nu naar school ga en ik nog een keer zoenen, dan hou ik het echt niet vol. Dus toen heb ik het uitgemaakt. En dat was je eerste seizoen. Dus eigenlijk was je eerste seizoen ook onder een soort groepsdruk. Ja, mijn eerste seizoen was, kan ik wel zeggen, was echt wel van, ja, je moet ook gewoon zoenen. Was met drie stelletjes dan en die hadden allemaal al gezoend. Oh, ja. En wij moesten allebei nog ontgroend worden. Zo noemden we dat. Ja, ontgroend. Ja, volgens mij nog steeds toch? Ja, in een donkere kelder. Oh nee, het was een parkeergarage bij een winkel. En wij liepen daar naar binnen en zij stonden al te zoenen. En zei, ja, doe ook. En wij deden dat en ik dacht echt, nee. Dat wil ik helemaal niet. Hoe oud was je dan? Toen was ik 12. Oh ja, dat is ook wel heel jong. Ja, maar ik had een beetje hetzelfde, want ik was 11 en mijn zus was 4 jaar ouder, is 4 jaar ouder. En die zei ook gewoon van ja, maar zoals een verkering moet je wel zoenen, weet je. En ik had verkering met een jongen waar ik echt al heel lang verliefd op was. En eigenlijk hadden we pas die dag een beetje besloten dat we verkering hadden. Toen zei mijn zus, ja, dan moet je ook zoenen. Dus dat was ook wel een beetje onder een soort van... Ja, dan, het hoort erbij. Ja, precies. Je moet nooit zoenen omdat iemand zegt dat je moet zoenen. Nee, want daardoor was het inderdaad een soort van, nou, dan moet het nu maar. Ja. En dat was heel ongemakkelijk. Ja, vooral ongemakkelijk. Maar je zoent natuurlijk ook wel eens in de serie. In Brugge was er bijvoorbeeld ook gezoend. Met wie heb je allemaal gezoend? Daar gaan we. Met Niek, met Saber, met Edwin en met nog een paar extra, ja, hoe noem je dat, bijrollen, maar die weet ik dan niet meer de naam. Oh, niks er. Ja. Maar is dat heel anders? Hoe ga je naar zo'n draaidag toe dat je weet van, ah, we vandaag gaan zoenen? Nou, je gaat bijvoorbeeld, je draait in de ochtend en in de middag. En als je dan na de middag nog die zoenscène hebt, dan denk je niet in de middag van, nou, ik ga lekker een broodje vis eten of zo. Want dat is gewoon niet chill. Maar heb je later nog wel een keer dat je echt zo'n goede zoen gehad, gewoon in je privé, waarvan je dan dacht, dit is wel echt zoenen. Ja, tuurlijk. Ja. Vooral als ik echt heel verliefd was. En dan uiteindelijk, zeker als je zelf gewoon bent, ik ben met z'n tweeën. En je voelt het al de hele tijd in de lucht hangen. En dan eindelijk is het er. Ja, dat is dan wel. Dan is het echt heel leuk. Dan is het ook echt vuurwerk. Ja, precies. Ja. Heb jij een tip voor iemand die voor het eerst gaat zoenen? Dat je denkt, nou, dit is wel echt... Doe het rustig aan. Neem je tijd. Want het is meestal met zoenen... Dan denken mensen gelijk, oh, en dan moet ik nu mijn tong erin steken. Heel bot zeggen. Ja, maar dat hoeft niet. Nee. Dat hoeft niet. Je voelt gewoon een beetje aan van elkaar. En soms, als je denkt van, nou, ik vind het toch te spannend, ga dan gewoon nog even door
met kusjes geven. En op een gegeven moment, wanneer het voor jou goed voelt en voor hem of voor haar, dan is het gewoon goed. Dan komt het goed. Ja. Ja, dus dat is eigenlijk wel gewoon de tip die we ook op straat al veel hoorden. Ja. Van, doe het eigenlijk alleen als het echt goed voelt en doe het anders gewoon niet. Want dan ga je nooit die romantische kus krijgen waar je misschien dus niet meer komt. En die komt wel, ook al is het misschien niet je eerste zoen. Nee. Het kan de eerste zoen is altijd ongemakkelijk, daar zijn we over uit. Dus ja. Verwacht niet te veel bij de eerste keer en daarna ben je daar overheen en dan wordt het echt leuk. Precies. Oké, okay, wetenschappelijk gezien zegt Remco dus dat zoenen heel erg goed is. Lekker dat speeksel uitwisselen. Ugh. En de eerste zoen van May was dus echt niet zo romantisch. Wat vind jij dat hele zoenen, speeksel uitwisselen, dat het heel goed voor je is volgens Remco? Laat het even weten hieronder in de comments. En volgende week zijn we weer met een nieuwe chatlife. Tot dan! Abonneer op ons YouTube-kanaal en mis helemaal niks.